In deze video laat ik je zien hoe je een optische illusie tekent. Ik geef je het patroon en tips om schaduw en licht weer te geven. Maar voor we verder gaan, even dit. Eind maart start mijn nieuwe cursus mandala tekenen op zwart papier. En als jij voor die tijd al tips en trucs in je mailbox wil ontvangen, geef je dan even op via de link onder deze video voor de mailinglijst, genaamd mijn zwarte mailinglijst. En ik geef je dan een aantal goede tips en trucs via de e-mail. Ik ben Kim Vermeer van de Mandala Academie. Met laagdrempelige video's laat ik je tijd maken voor jezelf, je creativiteit aanzetten en je tekentalent groeien. Abonneer je op dit kanaal voor meer inspiratie. Is het een mandala? Is het geen mandala? Laat ik het zo zeggen, ik vond hem tof. Ik vond het echt een tof project. Ik vind het nog steeds een tof project. En vanuit het midden is het natuurlijk een mandala. De opzet is ook een mandala. En hoewel ik ervoor kies om in deze video voor te doen hoe je hem op deze manier tekent, is het natuurlijk ook mogelijk, en dat ga je in de video zien, wordt straks duidelijk, om hem wel gewoon helemaal op het papier te tekenen. Dit was een probeerversie op een goedkoop zwart papiertje met goedkope potloden, dus waarschijnlijk niet de beste uitwerking, maar het geeft je een idee van hoe de mandala eruit kan zien als je er wel voor kiest om hem helemaal rond te maken, zeg maar. Ik vind het altijd leuk om iets totaal nieuws te proberen en daar is bij mij dit uitgekomen. Hoe heb ik dit gedaan? Wat heb je ervoor nodig? Een stuk papier. Ik heb op A5 getekend. Vond ik genoeg werk qua vakjes inkleuren. En soms is het ook gewoon leuk om een beetje een wat kleiner project te hebben, vind ik. Dit was echt in een avondje gedaan. Verder heb ik 16 gelijke vlakken gemaakt. Dus daar heb ik mijn verdeelcirkel voor gebruikt. Ik heb mijn passer gebruikt om hulpcirkels te trekken. Ik heb tape gebruikt om de randen af te plakken. En dit is overigens tape voor waterverf. Kan met alle soorten tape. Ik zal daar zo dadelijk ook nog wat tips over geven. Wat je dan kunt doen om hopelijk te voorkomen dat je dit soort beschadigingen krijgt. Ik maak me daar overigens niet druk om. Ik bedoel, het hoeft niet een museum in. Ik heb een leuke avond gehad en ja, jammer dan van dit. Maar ik vind dat niet zo erg. Het gaat om lekker tekenen. Er zijn wel tips waarop hoe je dat kunt voorkomen. Althans, hè, garantie tot aan het eraf trekken van de tape. Dan heb ik natuurlijk kleurpotloden gebruikt. Een tekenpotlood en een zwarte Posca pen heb ik gebruikt. Maar het kan ook met een gewone zwarte fineliner. Ik heb de 0,7 gebruikt met de, wat ze dan noemen, de pintype. Met de pen. Punt. Als dat een woord is. Want dat glijdt zo lekker nog over kleurpotlood. Wat voor type je dan ook gebruikt. Wax-based, oil-based. Dat maakt dan niet zo heel veel uit. Ja, we kunnen beginnen, denk ik. Ik denk dat ik alles genoemd heb. Oké, nou, de eerste tape-tip. De tape-tip van Kim. Is, voor je het op je papier plakt, haal het even over je bureau heen. Of ook nog beter over je jeans als je die draagt. Ik ben het jurkjes type, dus ik draag die niet. Maar of over je huid, al is dat vettig misschien een iets minder goed idee. Dat weet ik niet. Maar dan plakt je tape minder goed wat gunstig is qua papier. Je kunt ook, nou ja, laat ik het voordoen in plaats van zoveel kletsen. Ik kies ervoor om gewoon de zijkant, de rechterkant van dit tape, tegen de rechterkant van het papier aan te plakken. Zodat ik gewoon, hoef ik niks uit te meten. Dan is overal evenveel, even breed. Passepartout wat er dan ontstaat. Ik plak hem er gewoon zo tegenaan. Maak me er ook niet druk om als dat een halve millimeter afwijkt ergens. Wat je nu niet hoeft te doen, is dit ontzettend aandrukken. We gaan immers niet met verf werken, dus er gaat ook niks onderdoor lopen. Althans, laat ik het zo zeggen, ik ga niet met verf werken. Doe vooral je ding als jij denkt, ik wil het wel doen.
Maar wat ik dus fout heb gedaan bij die vorige tekening die ik je zojuist liet zien, waar die beschadering op het papier zit, is dat ik lekker zo eroverheen ben gaan wrijven. Ook nu moet ik echt moeite doen om te weerstaan, om dat niet even te doen, want het is, ik weet niet, het zit erin gebakken. Hoef je niet te doen. En als je denkt, ja maar, ik ga wel met waterverf werken, kun je desnoods ook even alleen deze zijkant aandrukken. Blijft dat minder goed plakken. Het plakken is niet het doel. Het doel hier is gewoon dat je een passepartout maakt zonder dat het al te veel moeite kost. Dus nogmaals, ik haal het eventjes gewoon over mijn bureau heen. En dan plak ik hem tegen die rand aan. Het liefst zou ik nu met mijn hoofd helemaal over de tekening heen hangen om te kijken of ik dat netjes genoeg heb gedaan. Maar nogmaals, het hoeft het museum niet in. Het gaat erom dat je gewoon lekker even een tekenmoment voor jezelf hebt. En het gaat niet om de uitkomst, het gaat om de fun van het tekenen zelf. Nou, laat ik hem iets overheen plakken, want dat is voor mij handig qua video dat mijn papiertje vast zit. Zag je nou dat ik volgens mij toch zo deed? Automatisme. En hier nog een stukje. Zo, tot zover de tape. Nou, wat overblijft is een midden waar we in gaan werken. Nu, om het midden te vinden, dat is echt super makkelijk. Je pakt je liniaal, je legt hem van punt naar punt. Dan leg je hem de 0 op deze. En wat komt hier uit? Bij mij 15,2. De helft daarvan is 7,6. Hop, dit is mijn midden. Ik vind hem goed genoeg. Helemaal voor een optische illusie. Het zou me niet verbazen als het ook gewoon echt prima het midden is op deze manier. Dat. Dan nemen we de passer en dan ga je een aantal cirkels trekken. Nou, ik weet niet eens meer hoeveel cirkels ik hier heb getrokken. Kan ik wel zien. Want dat is het aantal vakken wat ik heb gedaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb een cirkeltje of 8 getrokken. Nou, er zit ongeveer een centimeter tussen allemaal. Dus we beginnen wat klein. Jammer. Zo. En dan doen we hem steeds ongeveer een centimeter groter. Het wordt een optische illusie, dus het komt niet zo nauw. Lastig, hè? Het is niet vrij tekenen, want als ik dat zeg en er is iemand die intuïtief tekent, dan zegt hij, ja, doei, je tekent allemaal hulplijnen en je maakt helemaal een raster. Dus echt vrij is het niet, maar het is wel, geef er eens een ander woord aan. Als jij wel een goede term ervoor weet, hoor ik het graag. Hulpcirkels. Nou, hoeveel heb ik er nu getrokken? Ik heb niet eens geteld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ook goed. Dat is wat nu past. Dat is prima. Omdat ik het wel fijn vind om ongeveer 16 gelijke vlakken te hebben, hoeft ook weer niet helemaal precies. Dus dat kun je ook redelijk op gevoel doen. Maar ga ik toch heel eventjes mijn cirkelverdeler erbij pakken. En ik leg het midden op het midden. En voor de rest ga ik me daar niet te veel zorgen over maken. Ik ga de bovenste helft gewoon in 8 delen doen. En dan trek ik daarna de lijnen door naar de onderkant en dan heb ik 16. Nu heb ik mijn aantal graden even niet bij de hand. Dus ik doe gewoon, 90 is de helft. 45 en 135 zorgt voor 4 gelijke delen. Dan moet ik die allemaal nog door de helft delen. 22,5. 67,5. Ongeveer zo. Ik denk 112,5 is het dan. En 135, 157,5.
het is steeds 22,5 graad. Ik ben geen super hoofdrekenaar, maar ik denk dat ik het zo redelijk goed heb. En dan had ik nog een lineaal. Overigens, over deze lineaal. Je kan maar ergens enthousiast over zijn. Ik ben dat over deze lineaal. En wat is er nou zo bijzonder aan? En ik zorg wel dat ik een link plaats naar een blog waar ik deze in zal noemen. In principe niks in het eerste opzicht tot je hem omdraait. Wat je misschien niet zo heel goed kunt zien op camera, dat weet ik niet. Er zitten hier, staan puntjes op, hoor. Dat is een relief. Die puntjes staan uit. Deze twee dingen staan ook omhoog van de lineaal. Dus als ik mijn lineaal op zijn kop leg, dan is hieronder ruimte. Zie je dit? Dus als ik met een pen of een fineliner of wat dan ook langs deze lineaal ga, dan komt mijn inkt niet in contact, of mijn fineliner punt niet in contact met de lineaal zelf. Dus A, ik beschadig de fineliner niet. B, als ik mijn lineaal daarna weghaal, trek ik niet dat inkt mee, wat je wel eens bij zo'n gelpen hebt. Super tip. En ik laat je nu die van 20 centimeter zien, maar ze zijn er ook, want ik ga natuurlijk all overboard vervolgens. Zelfs van 40 centimeter. Dus ik heb die van 30 en 40 ook. Dus deze is echt bedacht om dat zo met pen te doen. Zie je? Nou, bonus tip. Goed, met potlood is het niet per se nodig. Want het is wel namelijk even wennen als je je lineaal zo hebt liggen. En je, dat je hem niet schuin houdt, maar dat je echt je pen recht houdt en zo. Dus ik doe nu eventjes de normale manier. Ik leg mijn lineaal van punt naar punt. En ik doe dun de verdeling. Ik leg hem nu van punt naar het midden. En met punt bedoel ik dan dat punt wat ik net getekend heb. En ik trek een dunne lijn. Als je er nu voor gekozen hebt om het zonder dit tape te doen, dan krijg je dus die hele cirkel. Dus dan doe je alles hetzelfde als wat ik nu doe. Alleen ik teken nu over het tape heen en jij tekent dan gewoon op je papier. En doordat je dus de bovenkant in 8 hebt verdeeld en je gaat door het midden heen, krijg je aan de onderkant ook een 8 verdeling. Nou, een 8 plus 8 hoef ik je niet uit te leggen. En als het niet helemaal precies is, zoals er bij mij ongetwijfeld een afwijking in zit dankzij mijn hoofdrekentalent. Maar niet, het is een optische illusie. Next step. Oké, hoe ga ik dit uitleggen? No. Wat we gaan doen is deze golvende bewegingen tekenen. Dat is hoe ik het doe. Ik maak graag cirkel voor cirkel af. Er zijn ook ongetwijfeld mensen die eerst zo'n ding afmaken. Hoe noem je dit? Don't know. Rietje? Ik noem het even een rietje. Die eerst zo'n rietje afmaken. Dus eerst allemaal bol. Dan allemaal hol. Dan weer allemaal bol. Dat kan ook. Alleen mijn manier is ongetwijfeld de snelle manier. En daar hou ik van. Dus ik ga je even laten zien wat ik doe. Ik begin gewoon ergens. En ik begin met bol tot aan de streep en dan ga ik hol tot aan de streep en met streep bedoel ik die verdeelstreep. En je komt dus niet iedere keer, je zorgt ervoor dat je niet iedere keer precies bij die hulpcirkel stopt, want dan krijg je een hele keurige tekening. Je zorgt er alleen voor dat je bij die lijn weer van richting verandert en je maakt er een paar hoog en een paar laag. En met laag bedoel ik bijvoorbeeld dat je dicht bij die hulpcirkel blijft. En met hoog bedoel ik dan dat je daar ver vanaf gaat. Zie je?
En zo wissel je een beetje af. Maar je houdt je dus eraan dat je in het ene vak boven je hulpcirkel uitkomt en in het andere vak onder je hulpcirkel. En dat doe je om en om. Zie je? Een soort verfvlek, hè? Zoals dat in tekenfilmpjes wel eens wordt weergegeven. Dat is één. In de volgende, dus vanaf deze hulplijn, zeg maar. Dus nu begin ik even ergens anders. Dat voorkomt dat ik steeds in hetzelfde ritme zit. Maar ik ga wel ook weer, als in dit vak de beweging naar boven was, gaat hij in heel dit rietje, dan gaat hij naar boven zijn. Dus ik begin hier boven die hulpcirkel. En dan ga ik naar onder de hulpcirkel. Erboven, eronder, erboven. Zie je? En zo ga ik dat nu even helemaal afmaken. Dus steeds naar de volgende hulpcirkel. Ik begin weer op een ander punt. Laat ik hier ergens beginnen. En dan begin ik nu naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven. En neem daar gewoon je tijd voor. Dat hoeft niet zo snel te gaan als bij mij. Helemaal niet, omdat ik vanaf nu het beeld ga versnellen totdat al deze golfbewegingen staan. Je hulplijnen staan, je draft tekening is gelukt. Dus dit is zeg maar wat je nu gaat gebruiken om verder invulling te geven. Wat je nu kunt doen is even je kneedgum nemen. En dan ja, ofwel rollen over je papier. Ik heb de lijnen redelijk dik getekend. Ik ben ook echt wel een beetje in mijn papier gaan drukken. Omdat ik natuurlijk het aan jou op camera wil laten zien. Maar het kan ook allemaal geen kwaad, want er komen toch uiteindelijk gaan we al die lijnen, zowel deze lijnen als de lijnen op die rietjes, zeg maar, toch weer met zwart overtrekken. Dus het kan geen kwaad, dit hoeft ook niet wat je nu doet. Maar nou ja, het kan wel dat je het heel eventjes wat minder zichtbaar maakt. Vooral omdat je die cirkels, die hulpcirkels, die gaan we niet meer gebruiken. Dus als je die een beetje weg kan gummen, dat zou fijn zijn. Dan komen ze zeker niet tevoorschijn onder je kleurpotlood. Nou, ik ga voor nu even dezelfde, denk ik, kleurencombinaties ongeveer aanhouden. Wat de optische illusie versterkt, zijn contrasterende kleuren. Nou, als je daar meer over wil weten, dan moet je even mijn e-book over de kleurenleer downloaden. Maar rood en groen zijn contrasterende kleuren. En blauw en oranje, geel, zijn contrasterende kleuren. Dus omdat je die contrastkleuren gebruikt, vloekende kleuren, zeg maar, vloekende combinaties, komt dat zo nog eens extra omhoog van het papier. Dan ga ik je een kleurtechniek laten zien om dat diepte-effect te bereiken. Dus ik ga er heel even mijn kleurpotloden bij pakken. Vier kleuren, maar van alle vier de kleuren drie tinten. Dus blauw, licht midden donker, groen, licht midden donker, geel of oranje eigenlijk, licht midden donker en rood, licht midden donker. Ik zie wel dat ik hier meer op geel dan op oranje ben gaan zitten, maar we kijken wel even wat voor uitkomst dit geeft. En het is nogmaals, het is gewoon een projectje en je kan dit 100 keer doen en zo kleuroefeningen erin toepassen. Want eigenlijk is dat ook een beetje wat het is.
een kleuroefening. En ik zal je dan nu ook eventjes de kleurtechniek die ik heb toegepast laten zien. Ik zal even twee slurven maken. Misschien drie, want anders kan ik een effectje niet laten zien. Maar ik zal even de grootste vlakken het eerst doen. Ik moet wel alleen gaan rekenen. Dus je neemt eerst de lichte kleur. Nou, ik begin met lichtblauw. En daarmee vul ik gewoon zonder hard te drukken één zo'n vakje. Dan sla ik één vakje over in dat rietje. Of in die slurf, maar net hoe je het noemen wil. En dan ga ik het volgende vakje ook zonder te drukken. En deze potloden geven echt goed kleur af. Die hebben echt goed pigment. Je ziet ook dat het een lievelingspotloodje is. Steeds sla je er dus één over. En neem je iets meer tijd voor dan ik. Maar ik wil je gewoon heel even de kleurtechniek voor kunnen doen. Dat is die blauw. Dan neem ik de donkerste blauw. En dan ga ik mee langs de randen. Zet ik daar kleur mee op. Ook niet hard duwen. Gewoon opbouwen in laagjes. En aan de buitenkant iets meer laagjes dan wat meer naar het midden toe. Zodat je alvast zo'n, wat ze in het Engels noemen, gradient krijgt. Zo'n kleurverloop. Dan neem ik de middelste tint. En dan ga ik er nog eens eventjes langs zo tot bijna het midden. Of tot aan het midden, wat je zelf mooi vindt. Oefen daar gewoon een beetje mee. Want je denkt nu misschien dat je niet eens zo goed ziet dat deze kleur nu nog iets doet. Maar dat is wel zo. De lichte nog eens. En dan ga je er voorzichtig mee over het hele vlakje heen nog een keer. De truc komt straks. Ik ga nog heel even nu ook de groene inkleuren. Ik begin met licht. En nogmaals, hou hem gewoon wat verder naar achteren vast als je gewend bent om wat harder drukt op je potlood. Dus want dat is gewoon niet de bedoeling. En ik kleur in ovale bewegingen. Dan neem ik de donkere. Daar doe ik de randen mee. Daarmee zet je eigenlijk alvast die schaduw neer voor de diepte, hè? En het lijkt misschien alsof ik streepjes zet, maar ik maak eigenlijk van die ovale bewegingen. En ik denk dat je de middelste tint groen, dat je dat beter gaat zien dan bij het blauw, wat daar het effect van is. Als je daarmee over het donker heen gaat en ook een stukje over het licht. En dan neem ik weer de lichte kleur groen en dan ga ik nog een keer over het hele vlak heen. Daarmee meng je dan eigenlijk alle kleuren door elkaar. En met hoe meer tijd en aandacht je dit doet, hoe mooier het resultaat. Ga ik naar die daarnaast.
De tegenhangende kleur van blauw is oranje. Dus ik zorg dat ik mijn oranje vakjes naast de blauwe vakjes maak. En ik zie dat ik hier een boogje niet heb staan. Want hier loopt, dat zie je misschien niet meer op camera, dat weet ik niet. Maar hier loopt een hulpcirkel. Dus ik zou hier nog dit kunnen doen. Zodat deze nog bij het geel hoort. Of bij het oranje hoort. Dan neem ik de donkerste tint oranje. Voor langs de randen. Middelste tint. En eigenlijk moet je even je potloden slijpen hoor, voordat je dit doet. Vooral als je van die kleine vlakjes hebt. Op A5 werkt dat wel wat fijner. Terug naar de lichte kleur om nog eventjes over het hele vlak heen te gaan om alle kleuren te mengen. Ga ik naar rood. Rood is de contrastkleur van groen. Dus ik begin met de lichtste. Ik dacht heel even dat ik het verkeerde potlood in mijn handen had. Ik begin met de lichtste. Dat is in dit geval eigenlijk al wel een vrij donker. Rood is ook een zacht pigment. Hè? Dus rood geeft altijd veel kleur af. Dus zorg dat je niet te hard drukt. Misschien moet je zelfs roze nemen als lichtste kleur rood. Ik moet heel even kijken hoe dat in jouw kleurdoos is. Donker. En dan de middelste kleur rood. En nog een keer de lichtste. En zo zorg je dat je eerst heel je tekening vult. Dus ik deed eerst alle blauwe vlakjes en dan alle groene vlakjes. Zodat je echt steeds lekker die herhaling krijgt van die vakjes in kleuren. En dat is goed voor je brein. En dat is ook fijn voor de ontspanning om te doen. Dan komt uiteindelijk een truc die je kunt toepassen, maar niet moet toepassen. En dat is de gumtruc. Dan moet ik heel even kijken waar mijn gum is. Herken je dat? Je hebt 100 gummen en als je er één nodig hebt,
dan is hij er niet aan. Of hij ligt naast je, of eigenlijk voor je neus. Ik gebruik hier de Mono Zero van Tombow. Dat is een precisiegum. Wel fijn voor dit. Want wat we gaan doen is we gaan het licht terugbrengen in het papier. En dat is eigenlijk door over dat lichte stuk in het midden. In dezelfde vorm als dat je rietje is. Dus je gaat van smal naar breder. Niet heel hard drukken. Kan wel hoor, maar net hoeveel wit je terug naar boven wil halen. Gaan we daar overheen. Oh, en nu is hij natuurlijk groen met blauw. Dus dan doe je eerst alle groen met blauwe. Dan gum je hem even schoon. Daar ben ik niet altijd even goed in, jongens. Moet ik heel eerlijk toegeven. Vandaar dat dat andere werk ook een beetje smoetsig is. Met het andere werk bedoel ik deze. Want hier heb ik zelfs eerst de volgende stap gedaan. Dat is met zwart. En daarna ben ik gaan gummen. En dan heb ik echt een heleboel... Ik zie, ik krijg je van die smerige... Maar nogmaals, ik heb ervan geleerd. Jij kunt er nu voor kiezen om dat dus niet te doen. Omdat ik die fout al heb gemaakt. Of je maakt gewoon keihard ook die fout. En dan leer je er ook van. Dit is creatieve groei, hè? Nou, dit mag wel vanwege dat rood wat dat donker is iets meer gum zijn. En ik veeg nu met mijn handen. Dan kun je ook beter niet doen als je een hele zachte kwast hebt. Een make-up kwast of zoals deze een kwast. Dan is dat het, het beste voor je werk. Ik ben echt zo eigenwijs dat ik groot ben. Nou, en dan kijk je even hoeveel licht je wil aanbrengen erin. Of wel terugbrengen erin. That done. Nemen we, als je dat hebt gedaan, helemaal rond. Neem je... een donkere kleur. Ik ga gewoon keihard voor zwart nu. Maar je kunt ook heel donker grijs nemen. Je kunt ook indigo blauw nemen. Je kunt het met... Nou, ik ga het anders proberen. Ik ga het met een grafietpotlood doen. Ja, heb ik hier. Ik heb hier een 5B grafietpotlood. Daar ga ik mee schaduwen. Waarom niet? En schaduwen doe ik dan dus eigenlijk op de lijn die tussen deze twee slurven ligt. En dan leg ik een dun laagje grafietpotlood aan als schaduw aan de ene kant van die lijn en aan de andere kant van die lijn. Dat geeft waarschijnlijk een wat zachter effect dan wanneer je dat met een zwart kleurpotlood doet. Plus, je kunt deze, als het goed is, zelfs over kleurpotlood nog wel een beetje zachter maken met een doezelaar of met je vinger of met een wattenstaafje. Doezelaar. Check. Een doezelaar is gewoon van dat geperst papier. Hè? En als je dat normaal... laat ik even op een ander papiertje laten zien wat er gebeurt op wit papier. Dus ik heb hier een 5B grafietpotlood. Dat is zacht. Als je dat dit doet en je gaat er daarna met een doezelaar overheen, ook weer zonder te duwen, dan waaier je die kleur uit. En ik doe dat even hierop voor, omdat je dat hierop nu minder goed gaat zien. Omdat daar al een gekleurde ondergrond is. Maar het werkt wel nog, zie ik. Ik hoop dat jij dat ook ziet. Gewoon met een beetje ronddraaiende bewegingen maak ik die schaduw dan weer wat zachter. Dat is die stap. En dan neem ik in mijn geval de zwarte Posca pen. Of je neemt een fineliner of wat je hebt. En dan ga je dus al die lijnen nog eens na. Nu kun je dus die geweldige liniaal gebruiken. Om die lijnen te trekken.
Hoeft niet. Mag wel. En je gaat vervolgens die bogen ook nog overtrekken. Het enige is dat nu je hebt dat licht zo mooi aangebracht in die rietjes. En die zwarte lijnen blijven even hard. Dat is iets waar je nog mee zou kunnen experimenteren. Als je dit nu niet met stift of zo zou doen. Maar juist met een zwart potlood. Zal ik het hiernaast eens doen? En daarna nog een keer met die gum. Dan denk ik dat het effect misschien wel... nou, sowieso is het anders. Maar misschien ook zelfs wel wat mooier is. Waar is mijn zwart? Die is uit de kleurdoos. Nou. Tot hier. Oh nee, er staat black. Ik heb mijn bril op, maar ik dacht dat er blue stond. Dus ik ga met het zwarte potlood, als ik het daarmee doe, krijg je een ander effect. Het is minder hard. Je kan er ook wat vaker overheen gaan. Maar dit is dus, dit is experimenteren en creatief groeien. Dit is gewoon testen, testen, testen. En normaal doe ik dat voordat ik een video opneem. En soms zie ik, omdat ik tijdens het filmen natuurlijk hardop zeg wat ik doe, dan gaan er ook wel eens andere lampjes aan. Okay, dus nu heb ik het met deze gedaan. Als ik er nu weer met die gum overheen ga, over dat witte. Ja, het heeft niet echt effect op het zwarte potlood. Dus het is niet zo dat dan weer die lichtval daarop valt. Ik kan nog één ander ding proberen. Ik heb hier nu met zwarte Posca die lijnen getrokken. Heb ik hier een witte gelpen. Ja, de vraag is of hij het nog doet. Dat gaan we nu zien. Denk niet per se dat je gelpen heel gelukkig wordt van over acrylverf heen gaan. Want Posca pen is acrylverf. Maar kijk even of dit altijd eventjes daarna je pen schoonmaken. Of dit een effect is wat je wil bereiken. Of misschien juist gewoon dat zwart wil behouden. En zo ga je oefenen, experimenteren, kijken wat er gebeurt. En je potloden leren kennen, je pennen leren kennen, je eigen kleurtechniek vergroten. En dan heb ik nog een tip om het tape eraf te halen. En dan is het echt weer klaar. Het tape verwijderen. Doe het voorzichtig. Nou, klinkt logisch. Voorzichtig betekent dat je altijd de vinger dicht bij het tape houdt. Kijk, hij gaat hier al een heel klein beetje het papier beschadigen. Maar het gaat erom dat je probeert. Nou, eigenlijk dat je niet dit doet. Dus niet hele lange, want dan gaat het vel echt stuk. En het zit hem ook in misschien het soort... Want dit is eigenlijk natuurlijk gemaakt voor aquarelpapier. Dus misschien dat je beter gewoon van die washi tape kan gebruiken of zo. Van dat papiertape. Ook dat is ontdekken. Wat vindt jouw papier fijn? Welke tape werkt het beste op? Ik geef het voor dit papier nu even op. Dit is, kijk, zie je, dit komt echt helemaal... Dus de combinatie van dit tape, wat ik gisteren heb gekocht en nog niet had getest. En dit papier is echt niet top. Misschien wil je dat eerst proberen, dat je het een uurtje laat zitten, een kopje thee gaat drinken. En dan daarna probeert te verwijderen voordat je heel je tekening hebt gemaakt. Maar eigenlijk is normaal de truc op aquarelpapier dat je in kleine rukjes, bewegingen, het er vanaf haalt. Even kijken welke had ik het eerst geplakt. Oh, die zit daar overheen. Dat is normaal de truc. Nou, dus het is echt eventjes weer een hele andere manier van mandala tekenen. Het is met dezelfde materialen een ander doel bereiken. Maak er gewoon een paar. Ga lekker aan de gang en vergroot op deze manier je creativiteit.
Ga jij deze optische illusie tekenen? Like dan deze video. En loop je nou ergens tegenaan of wil je mij een tip geven? Vond je hem fantastisch? Schrijf het me in een reactie. Ga ook eens naar mandalaacademie.nl voor mijn online mandala-programma's. En dan zie ik je graag terug in de volgende video.